Dit is Dumpert Reten in HD. Doe gezellig allemaal mee. Dit is Dumpert in HD. Tjaka. Yes. Als het nog een keer gebeurt, wordt de wedstrijd gestaakt, zijn we deze prijs kwijt. En toen werd het 5-1 voor Zwolle. Kappen met deze shit. Van der Sar is ook niet echt een grote redenaar. Ik vond wel een goede keeper. Met deze onzin schieten wij helemaal niks op. Waarom doet de boer het zelf niet? Die kan het wel dan beter. Gaat het hele stadion gaat dan natuurlijk... Vier reten voor Van der Sar. Is gewoon een goede keeper. En daarom krijgt hij 2 reten. Want zijn hoofd gaat onafhankelijk, hè? Ja, en zijn been ook nog in een ander tempo. Hij kan 3 dingen tegelijk. Ja. De maximale score voor Pek Zwolle en Ron Jans. 5 reten. Ken je dat? De ene rondje draaien, de andere kloppen. Waarom zou je dat niet kunnen? Nou, jij kan dat ook niet. Jij gaat kloppen op je dingetje. Ja. Dit is dus gewoon goede corrigerende actie van het publiek. Dit zouden ze in het voetbal ook moeten doen. Ik geef dit geweldige filmpje 4 reten. Ik ben de laatste tijd helemaal gek van keramiek. Voor een homp klei. Dan gaat hij zo draaien. Dan maak je je handen goed nat. Maar als je je duim erin duwt, dan krijg je een holte. Dat is echt heel leuk. Heb je nog geen hobby? Denk ook eens een keer aan pottenbakken. Elke land te zeggen met patat was lekker. Niemand wil meer in zo'n kutsnackbar werken, behalve de Chinezen. Ik ben er steeds zo druk. Misschien dat ze ook wel eens klaar zijn met die lumpia's. Ik vind je patat super lekker. Ja, kijk, een journalist zoekt dingen uit. Het lijkt wel alsof jij alleen maar, zeg maar voor de effecten gaat. Het is super lekker. Ik ga nu het filmpje van Lene leten. Het is super lekker. Ik heb het een halve leed. Voor de loeite. Je zit al 2 keer te geven als ik zit tegen je zit te lullen. Ja, is... fucking belediging. Minder slap gelul, vooral van die kale. Goed punt, Mr. President. Ik laat me niet meer uitlokken. Chef, koektrommel, er moeten meer reten. Dat snap ik wel. Nu komen er reten. Ik wil afgezekerd worden door Rambo. Ik blijf het toch bekijken, maar man, iedere keer verlies ik weer een paar hersencellen en ik word bestolen van mijn tijd. Word met DT. Allemaal janken en dan krijgen ze misschien 2, 3, 5 seconden seconds of fame. Dan zitten ze met zo'n stijve... En dan zitten ze zo... Ja. Zitten ze, ik wil zo graag in die show. Doe nou eens een beetje een leuke, grappige comment. Klopt. Doe nou eens je best. Hij denkt van, ik laat dat karretje rollen en dan ren ik er daarna heel hard achteraan. Zodat iedereen op... En dan denkt iedereen weer van, internet. Zie je, alles is nep. Dit is dus eigenlijk geen held, maar een moordlustige vader die zijn kinderen haat. 0 reten. Nou ja, het is natuurlijk een beetje seksistisch om te zeggen dat vrouwen geen granaten kunnen gooien, maar... Als je een vrouw bent en je moet iets gooien, doe het dan onderhands. Weet je wel, dan gooi je het in ieder geval nog de lucht in. Ja, want als je zegt onderhands, dan gooi je ze hem achter zich. Nou, dat kan wel. Ja. Er zijn mensen die kunnen heel goed achterwaarts granaten gooien. Dit is gewoon ouderwets vermaak en dan krijg je gewoon 3 reten. Ik vind het een vrouwonvriendelijk, naar seksistisch, vervelend filmpje. 5 reten. Vijf reten. Knallen altijd goed, 5 reten. Een homo! Flikker! Ik snap die man zijn punt niet. Je bent toch een homo of niet? Nou oké, hij is een homo. Je bent toch een homo of niet? Ik vind het vooral heel erg onorigineel om iemand voor homo uit te schelden. Je bent toch een homo? Verzin eens wat nieuws. Oost-Nederland. -1 reet.
Here comes Peter Cottontail. Als wij zo naar achter staan, hebben we nog een betere reet, ik zweer het. Ik heb een betere reet dan die van Kate Upton. Hey! Godverdomme. Every girl and boy, baskets full of Easter joy. Things to make your Easter bright. Maar de reet is echt slecht. Wat een bagger, één reet. Ik geef hier echt maar twee reten voor. Puur omdat het paas is geweest. Dit was het weer. Dag, dag. Dit was Dumpert HD. Doeg. En rot op uit onze bioscoopzaal. Dag. High five. Pottenbakken is ook leuk hoor.